kijk, ik zit natuurlijk al de hele tijd te broeden van Onno, kunnen we daar iets mee qua liedje? Maar ik, ja, op een of andere manier had ik het niet. Toen werd ik gebeld door Aad Klaris. En Aad Klaris kunnen de mensen kennen van... Haar naam was Keetje Tippel. Die zei, ik heb Keetje Tippel ook gezegd van... Hé, die film is uit en hup, Monique van der Ven. We moeten gewoon nu een single uitbrengen. Hij doet ook Basje en Adriaan heeft hij gedaan. Allerlei bekende liedjes. En nog veel meer. Dus ik hing op. Of ophangen is een onzin. Maar ik drukte hem weg. En toen dacht ik, ging ik erover nadenken. Shit, dat moet ik gaan doen. Dat moet ik gewoon gaan doen. Hij heeft verzonnen Onno mag je toyboy zijn. Dus natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. En de melodie is natuurlijk een oude melodie. Nou, we hebben daar samen een nieuwe melodie voor het compleet verzonnen. Onno, mijn lieve Onno. Ik wil voor altijd bij je zijn. Onno, we staan voor gek. Ja, maar ik zit nou net in een interview. Mag ik jou over een drie kwartiertje terugbellen? Maar je moet ook een beetje geluk hebben. Kijk, dank aan Onno en het moment waar het op uitgekomen, misschien zelfs het tijdstip, dat iemand het op dumpelt zet. We hadden het zelf ook wel gedaan, maar misschien om 19:30 s'avonds. Ik moet even onderbreken, live. Nee. Ja, op Telegraaf heeft een item. Ja? Ja. Staat er nou op. Oké, staat ook op de tele. Met de videoclip en al, dus... Gaan we even kijken, hoor. Ja. Even kijken. Maastricht, waar zeg je natuurlijk Onno Hoes. Het heeft ene Alberto geïnspireerd om een oud liedje in een nieuw ondeugend jasje te steken. Kijk, dat is leuk. Het was eigenlijk Ruud de Wild van 538, die om 18:00 het plaatje draaide en ook tweette. Nou mensen, dit is de carnavalshit van 2015. Dus dan zie je die tweet, ja, dan denk je, nou, dat is het gewoon. Dat is hartstikke leuk. Nou, vanmorgen Edwin Evers, die ik heel hoog heb staan qua humor. Nou, die zei, nou, dit is wat een carnavalshit moet zijn. Nou ja, en er zijn ook veel er zijn enkele negatieve reacties. Maar dit maakt het dan gewoon goed, denk ik. Ja, als Edwin Evers dit zegt. En wij zijn lachend in bed gestapt om 1:00 vannacht. En slecht in slaap gekomen. En vanmorgen om 6:30 klaar wakker. En dan zet ik op Facebook, nou, dus lekker wakker worden met de 50.000 hits erbij of views. En dan reageert iemand, ja, kijk eens even naar WNL. Dat is het ochtendprogramma van NPO 1. Dus ik denk, nou, en dan lig je in bed en dan zie je daar gewoon, nou, dat is toch geweldig. En nu weer net de Telegraaf. Ja, nou, dat is eigenlijk waar je het om doet. Ik heb al mijn moed verzameld en ik dacht, je weet maar nooit. En heb op goed geluk een tweet eruit gegooid. Maar nog geen uurtje later reageerde hij spontaan. En vroeg me om een keer op stap te gaan. En nu zingt elke nicht van Heerenveen tot aan Maastricht. Onno, mag ik je toyboy zijn? Onno en ik, we doen alles samen. Dus zij doet promotie, Telegraaf, schakelt ze in, noem maar op. Die belt ze op, die mailt ze. Dus ja, de telefoon staat roodgloeiend en de persen draaien, zullen we maar zeggen. Ik heb het gisteren op YouTube gezet en als we het hadden geweten, hadden we alles klaargezet. Dus volgende keer moeten we tegen elkaar zeggen, we gaan een plaatje uitbrengen. Maar je weet maar nooit, het kan zomaar gebeuren. Dus het hoesje moet klaar zijn. Dit moet klaar zijn, dit. En dan pas brengen we hem uit. Maar ja, je zit met carnavallers al over 30 dagen. Waar ik dus nog steeds zo gruwelijk om moet lachen, is gewoon om de act. Ik vind het gewoon een superleuke act. En... Dat blijkt ook wel, dat we het niet voor het geld hebben gedaan. We zeiden tegen elkaar, videoclip, dat kost zoveel geld, dat gaan we gewoon niet doen. Maar je moet toch een clip hebben, maar dan laat je dan iemand horen. In dit geval een bedrijf van Koen van Oostalen uit Den Bosch. En die hoort en die zegt, Roel, clip opnemen. Ik zeg, nee, dat zien we straks wel. Opnemen, nu. Ik zeg, ja, maar Koen, niet zeuren, mooie clip. Nou, wij naar het verkleedhuis toe en nou, ook allemaal kleren meegekregen. Ja, ongelooflijk. En allemaal gewoon onder het mom, we vinden het leuk. En daarom is het zo leuk dat dit dan scoort. Dan kun je zo die mensen bellen. Nou, luister eens hier. Hè, kijk eens wat er met jullie gebeurt. En dankzij jullie. Alberto, ik kan je vertellen, want ik sta dus heel nauw in contact met Alberto. Alberto is een jonge man. Een leuk jonge man. Die hier heeft gezongen. En ja, verder wil hij er ook niks over vertellen eigenlijk. Nou, het komt nu op Omroep Dommeland en dan gaat het los. Dit is gewoon leuk.